je weet dat je het bent, maar eigenlijk, het voelt helemaal niet meer zo. Ik heb een collega gehad die zei van, je ziet het als je broer die overleden is, maar zo voelt het ook echt. Bijna de hele leven voelt Lisa zich al ongelukkig in haar lichaam. 10 jaar geleden hakt ze de knoop door en verandert ze van geslacht. Tot op 45-jarige leeftijd het gewoon echt niet meer kon. Ik zodanig psychisch in de knoop raakte dat ik mezelf echt een keuze heb gesteld. Pleeg ik zelfmoord of ga ik er wat aan doen? Ze is nu gelukkig, maar het leven is er niet makkelijker op geworden. Lisa is al 3 jaar werkeloos en heeft inmiddels 451 sollicitaties achter de rug. Laatst leek het eindelijk te gaan lukken, maar kwam daar alsnog de afwijzing van een taxibedrijf. De afwijzing was gericht op het feit dat ik als transgender achter het stuur waarschijnlijk klanten zou wegjagen. En ja, dat vind ik niet kunnen. Volgende maand is de uitspraak van een rechtszaak die ze tegen het taxibedrijf heeft aangespannen. Discriminatie stopt als mensen toleranter worden tegenover dit soort bevolkingsgroepen.